Het was een behoorlijke stoet die dinsdagmiddag op pad ging van verzorgingshuis De Welle in Os naar landwinkel Spierings. Het ging om de eerste etappe van de rolstoel-vierdaagse, die dit jaar voor de derde keer wordt gehouden. Iedere dag loopt de route naar een ander bedrijf of organisatie. En dit keer was het dus de boerderij en de bijbehorende landwinkel. Hoe ging het onderweg? Ging heel goed, ja. Het was wel een heel eind volgens mij nog. Ja, inderdaad. Maar we hebben genoeg gelopen, we waren overwend. Ja. Wat vindt u ervan dat er zoiets wordt georganiseerd? Ik vind het heel fijn. Ik doe het heel graag. Ja. Heel leuk. Wel regen, maar wel leuk. Nou, het was wel eventjes paraplu weer volgens mij. Ja. Al vaker meegedaan met deze rolstoelvierdaagse? Ja, nooit. Ik ben nou dit jaar voor de eerste keer zo hard gevallen. Dus. Leuk dat zoiets wordt georganiseerd? Ja, heel leuk. Ja, daar valt wel mee. Gelukkig wel. Dan zie je nog eens iets, hè. Ja. Het was nog een heel eind eigenlijk, hè? Ja. Maar ja, ik zit gemakkelijk. Dat scheelt ook, hoor. Er zijn heel wat vrijwilligers bij nodig, hè? Ja, dat is waar. Die handen waren nergens, hè. In de winkel konden de bezoekers natuurlijk even proeven van echte streekproducten. En kregen ze uitleg over alle activiteiten op de boerderij. Daarna kregen de bewoners van De Welle nog een rondleiding over het bedrijf. De komende dagen staat er ook nog van alles op het programma voor de deelnemers aan de rolstoelvierdaagse. Het theater gaat u geloof ik, hè? Ja. Ik ga morgen naartoe. Ja, ik kan spieken ook hoor. Ja, maar het is een leuk programma samengesteld dus. Ja, heel mooi. Ik heb het nog nooit gedaan, maar het is echt leuk. Het is even een verrassing nog wat er allemaal nog komt. Dat is waar. We zijn met ieder ding blij. De rolstoelvierdaagse wordt vrijdag afgesloten bij het Hooghuis locatie Zuid. Daar krijgen de deelnemers een rondleiding en een diner aangeboden.